Sneeuw. Hallo, een hele goede morgen vanuit Centerparks. Hey. Wat is er? Nee. Sneeuw. Kijk, het sneeuwt. We stonden vanmorgen op en er vallen sneeuwvlokjes en veel, een hele dikke. Mooie, Jules. Mooi, hè? Winterwonderland. Sneeuw, zeg. Wauw. Ik herinner mij nog eens zo'n dag dat het sneeuwde en we moesten vertrekken. En ook van een vakantie. Ook in Nederland. En ook in deze regio. En het was dan ook zo hard aan het sneeuwen. Wow. En we hebben onderweg meerdere verschillende auto's in de berm zien staan. En in pannen en dit en hetgeen. Het leek wel alsof het er geen einde aan kwam. Zo erg was het. Ja. Ik hoop maar dat vandaag de geschiedenis niet zich zal herhalen. Want dat was eigenlijk echt niet leuk om al die auto's zo met pech te zien. Ja, grappig, ja, kan je dat niet noemen. Hè, want dat was echt een auto tegen een boom geknald. Een vrachtwagen was helemaal... Nee, we gaan daar niet over nadenken. Nee. Maar wel heel mooi, hè? Ik hoop maar dat dat vandaag niet gaat gebeuren. Nee, ik hoop het ook. Ja, we zullen het wel zien. Het zal wel in ieder geval spannend vlogmateriaal worden. Hè? Als we dan uiteindelijk... We gaan moeten vertrekken, helaas. Als ik vandaag de keuze zou hebben van... Ja, kijk, wil ik nog een dagje extra blijven? Want het is zo slecht weer. Dan zou ik zeggen, ja, inderdaad. Ja, we gaan hier blijven. Maar ja, we hebben geen keuze. Hè? Het is vandaag uitcheckdag. Hè? Ja. Het is gedaan. Er komt... Maar... Aan alle mooie liedjes komt ook wel eens een einde. Dat is waar. Maar we hebben wel een hele fijne tijd hier gehad. We hebben echt wel optimaal genoten. Echt ook complimenten ook aan onze Jules. Mama! Ja, mama. Onze Jules die heeft de afgelopen dagen hier heel flink, zowel 's middags als 's avonds, een dutje gedaan. En dan hebben mama en papa echt ook wel heel erg hard geholpen en nodig had om onze batterijtjes terug volledig te kunnen opladen. Eigenlijk kan je Centerparks vergelijken met een buffet. Een buffet van een hotel. Van elk dingetje is er wel. Er is heel veel keus, ja. Dus je kan heel veel dingen doen. En je pikt er gewoon uit wat je allemaal lekker vindt. En dan leg je op je taloortje en dan smikkelt je. Dan heb je een lekkere... En dan heb je niet alles gegeten van wat er allemaal op dat lekkere buffet hebt gelegen. Maar had wel de keus natuurlijk. En dat maakt het hem zo compleet hier. Is dat een mooie vergelijking? Ja, een hele mooie vergelijking. Eigenlijk wel, hè. Want je zou zo nog 10 zaken kunnen opnoemen die we niet gedaan hebben. Oh ja, kijk. Hij moet dit nog wel even vertellen. Wat is dit? Ah, maar wacht een keer. Ja, de kabouter die loopt ook in de sneeuw. Ja, die loopt ook in de sneeuw. Had jij dat gezien? Hier. Daar, ja, die liep hier, die buiten. Kijk. Hier, de kabouter in de sneeuw. Je had dat weer al goed bedacht, hè? Wat aan het touwen. Ja, is die gevallen in de sneeuw? Oeh. In ieder geval, we hebben hier genoten op en top. We hebben zo net hier ons laatste ontbijtje gehad. De mannen die moeten nu in het bad springen. Ik ga dan hier terwijl nog even wat verder opruimen, verder inpakken. En dan kan jij Simon nog de auto gaan halen. Goed? Maar ik moet precies nog eens je haren scheren. Ja, dat is mijn kapster, hè? Ja, ik ben jouw kapster. Allee, goed. Mooi. Wat in, jongens? Mooi. Is alles gecheckt? Yes, alles is gecheckt. We hebben alles ingepakt, behalve onze Jules. Die moeten we ook niet inpakken. Die is nog wat tv aan het kijken, zodat wij rustig alles eigenlijk konden inpakken. Kom je mee? Boem, was je gevallen? Moeten we nog wel eventjes hier de tv uitzetten. Nog jouw sjaal aan. Heel sneeuw, hè? Haha. Kijk, hier ligt er nog sneeuw. Krak, 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 zegt dat, hè? Leuk, hè? Mama. Ja. Maakt nogal veel afval, hè? Valt nog wel mee eigenlijk, hè, van een hele week. We hebben nog één keer hier het afval weggebracht. Kijk eens, Jules. Papa laat sterretjes achter. Wij hebben hier nog wat aan het spelen geweest in de Baluba. Allee, ik zeg wel eigenlijk wij, maar eigenlijk onze Jules. Hij heeft er best nog wel lang eigenlijk in aan het spelen geweest. En daarna hebben we nog eventjes in de gamehall geweest. En wat hebben we daar gegrepen, Jules? Je verwacht het niet, hè?
Kijk eens. Ik had ook al niet meer gevlogd. Dat ik dacht van ja, daar halen we toch niet. We gaan toch een mooi momentje hebben. Maar dat, kijk, dan plots komt hij eruit. Ja. En dan zeg je, had ik nu maar gevlogd. De vorige keer hadden we telkens een beeld, hè? Nu niet. Maar je hebt wel een mooie Winnie de Pooh. En kijk eens welke trui Jolaan heeft. Ook van Pooh. Ook van Pooh. Dat is perfect. Jullie zijn grote Pooh-fan, hè? Het moest zo zijn, denk ik. We hebben de afgelopen dagen geen enkele keer geprobeerd om het dus te grijpen. En vandaag heeft Jules een Pooh-trui aan. En kijk, nu lukt dat dus. De Pooh wou graag bij ons zijn. En die wou dus uit die grijpmachine komen, hè. Een happy kid. Met een happy parent. Het laatste middagmaal. Ja. Hier in de Grand Café hadden we nog niet gegeten, hè? Nee, maar het is heel lekker. We zijn weer terug in ons eigen huisje. We zijn hier al een tijdje. Ik heb al 3 wasmachines gewassen. Wat is er? Wat is er? Wat is er? Oei, met wat? Peppa, dat is Peppa. Wat moet er gebeuren? Ah, het ding is eraf. Ja, kijk. Dat is voor op je tentje, hè. Kijk eens zo. Als je dat stulletje zou, kan mama erin steken met 1 hand. Hou stil. Zo, wacht. Kijk, hè. Jouw tentje heeft een klein vlaggetje. Zie eens, dit is het vlaggetje. Dat kan er zo op. Zie zo. Dan heb je terug je tentje met het vlaggetje. Oké. Ja. Ze zullen hier net nog een beetje nog wat aan het spelen. Dus ik heb onze koffer al uitgeladen. Ik heb al 3 wasmachines gewassen. Het vierde staat nu op. Ja, we hebben jou net ook al fruitje gegeven. We hebben ook nog gegeten. Nog koekjes ook nog. En nu was ik net eigenlijk bezig om onze kerstboom hier af te breken. Hij is bijna afgebroken. Maar ja, toen kom ik eventjes terug nog naar beneden. Maar Jules mij riep. Jules? Oei, oei, de boom is kapot. Mama heeft hem uit elkaar gehaald, hè. Mama gaat hem stuk per stuk terug opnieuw naar de zolder brengen. Gaat op veel gemakkelijk, want de boom is heel zwaar, Jules. De balletjes zijn er allemaal al uit. Dus die heb ik allemaal veilig al terug op de zolder gedaan. Dus deze boom is dan nu weg. En dan beneden in de zaak moeten we ook nog een van de dagen ook nog de boom opruimen. Alvorens we terug gaan open gaan over een paar dagen. En Jeno, die is eventjes een heel erg belangrijk pakketje gaan ophalen. Ik weet niet of ik daar nu al heel veel meer over ga zeggen, want dat echt iets zal zijn pas voor morgen. Hé, hey, heb je het kerstkaartje geopend? Ja. Ja, er zat nog een kerstkaartje in. Mama's tas zat daar. Dat is een kerstkaartje die we nooit hebben afgegeven. Want we zijn die vergeten het langs te gaan brengen. Dus die persoon hebben nooit ons kerstkaartje gehad. Dat is mooi, hè, ons kerstkaartje. Wie staat daarop? Wie staat daarop? Ja. Nee, zo. Zo. Wie staat daar op de foto? De papa. En wie nog? Papa. Jules, en wie nog? Mama. Ja, one happy family. Mama. Leuk, hè? Daar staan we allemaal op, zegt dat de familiefoto. Koekoek. Ik ben terug, Thijs, en je ziet mij glunderen, want het belangrijk pakketje waar Jane het net over had, is nu eindelijk bij ons thuis. En het zou flauw zijn als ik het nu nog niet zou laten zien, want ik ben er wel blij mee. Dit is hem! Ja! Ik ben net in mijn halen. Hey, het is de DJI Creator Combo. Geen reclame, zelf betaald met onze eigen centen. Omdat ik er zo ontiegelijk veel goeds heb over gelezen de laatste dagen. En eigenlijk al van vorig jaar, toen het eindejaarsperiode begon te breken, was iedereen er wild over. Toen ik hem wou kopen met de kerstdagen, was hij overal uitverkocht. En nu eindelijk begin januari kunnen bestellen. En nu was hij aangekomen. Nieuwe camera dus. En het zou wel eens deze huidige camera kunnen gaan vervangen of een combi vormen met de camera waarmee we nu vloggen. Dat is een Canon G7X Mark III. Alleen als je deze camera en die camera waarmee ik nu aan het vloggen ben vergelijkt in ouderdom, dan is deze wel heel erg jong. In vergelijking met dus de Canon, die is, ja, daar is geen nieuwe versie meer van gemaakt sinds 2018, 2019. Ik denk dat ik niet overdrijf dat het dus eigenlijk al een camera is van ruim 5 jaar oud. Die toch als nieuw aanvoelt, dat wel. En we hebben die ook nog niet zo heel lang geleden gekocht. Maar, ah ja, ik vond
Ik persoonlijk als vlogger vind het wel storend dat er een keer nog nieuwe innovaties komen. En ik snap dat wel, want als je nagaat, de historie van camera's, ja, er heeft wel een hele grote piek geweest. Dat kwam vooral omdat telefoons niet echt een goede camera hadden. Tegenwoordig is dat wel zo. We hebben heel wat telefoons heel goede camera's. En is die nood naar een digitaal toestel niet meer zo groot bij de doorsnee consument. Dus als er een camera op de markt komt, wordt die bij gevolg ook minder gekocht. En als het dan gekocht wordt, meestal maar door mensen die daar professioneel mee bezig zijn, of die dat als hobby doen, of die vloggen, of die het gewoon nog leuk vinden om te hebben. Maar dat is een kleinere groep dan dat ooit de groep was van in de camera-industrie. Dus ik snap dat ook wel, dat die druk veel minder hoog ligt om een nieuwe camera te ontwerpen. Maar ja, daar zijn wij vet mee als vloggers natuurlijk. Dus ik ben zo blij dat ze daar in China enorm zijn wakker geschoten en dat ze nu die markt aan het veroveren zijn, toch echt wel. Even in het kort kan je deze camera vergelijken met de camera die onder een drone hangt. Als je al eens gedroond hebt met DJI, heb je ook drones van. Hebben wij trouwens ook een drone van. Die hebben een hele goede camera, zo'n klein cameralensje onder een drone hangen. Wel, het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, maar je zou simpel kunnen zeggen dat dit dan de camera van de drone is op een gimbal. Die je dan kan volledig 360 graden draaien met een joystick. En ja, dan gewoon in je handen houden in plaats van onder een drone. Ja, ik kijk er naar uit om dit nieuwe speelgoed te gaan gebruiken in ons dagelijkse vlogs. Dus sowieso ga je morgen daar meer van zien. Ik moet zelf ook nog een beetje gaan ontdekken hoe dat allemaal werkt. Maar dat zal ik dus morgen allemaal met jullie gaan doen. Misschien al morgen maar eens een wandeling maken. Hè? Want het is altijd aan het sneeuwen buiten nu. En er zou morgen, als het blijft liggen natuurlijk, een sneeuwtapijtje liggen. Dat stond in de krant. Al wisten ze nog niet of dat dat 3 centimeter ging zijn of 10. Ja, zon op tot 10 centimeter. Dus ben eens benieuwd hoe dik dat winterstapijtje gaat zijn. Ziet het morgen in een nieuwe video.